Welkom bij Pop-Up TV op de woensdagmiddag. En ik zit hier aan tafel met Jan Sluiter. Voor degene die Jan Sluiter niet kent. Nou Jan, wie is Jan Sluiter? Jan Sluiter is een fotograaf die in Schiedam woont. En die sinds kort het brugwachtershuisje van de Oranjebrug beheert. En dat die interesse werd mij gewekt. Ik zag dat natuurlijk. Ik denk, hey, dat is leuk. Er gaat wat gebeuren. En wat ga je daar doen, Jan? Nou, sowieso. Het is een heel klein huisje natuurlijk. Het is ongeveer 11 vierkante meter. Ik ga daar aankomend weekend, zaterdag en zondag, van 12 tot 5 ben ik open. Dan zit ik er ook daadwerkelijk. En ik heb een kleine tentoonstelling ingericht over de Oranjebrug. En je kunt daar foto's zien van de voorgangers van de brug. Dus vroeger was er zo'n ophaalbrug als bijvoorbeeld de Appelmarktbrug. Ja, klopt. Daarna is er nog een draaibrug gekomen. In de jaren 30 is deze brug gebouwd. Ja. En die is met heel veel feestelijkheden omhuld, is die geopend. Daar heb ik leuke foto's van. Ja. En daarnaast heb ik die brug zelf al heel lang in het vizier als fotografieonderwerp. Dus ik heb daar ook in de loop der jaren best vaak foto's van gemaakt. Ja, maar jij bent ook een architect, fotograaf, nee, architect? Ik ben fotograaf, ja. Maar architectuur heeft wel mijn bijzonderste belangstelling. Ja. Ja. Dus zo'n brug valt mij op. Ja. Ja, dat is echt een heel typisch jaren 30 ontwerp. En wat mij het meeste opviel eigenlijk in de 8 jaar dat ik hier woon, is als ik daar dan langs liep, dat het er zo ongezellig uitzag vooral. Ja, zo onbewoond. Leeg. Deeg, ja. Ja, maar ook een beetje ontmanteld. Vroeger zat daar natuurlijk een brugwachter, denk ik. Ik weet niet of hij daar dan hele dagen zat of dat dat 24 uur bemand was. Ik heb geen idee hoe druk de Nieuwe Haven vroeger was. Ja. Maar vroeger was dat natuurlijk een baan. Hè? Dat was een baantje waar veel mensen jaloers op waren. Ja, want, ik ga ervan uit, die brug is er niet voor niks gekomen, dat het een grote brug werd. Omdat toen de tijd natuurlijk nog de jeneverindustrie volop ook aan de Nieuwe Haven zat. Sowieso. Dus dat zal dagelijks wel het gebruiken. Verkeer kwam op. Hè? Dus ja. Ze hebben toen gelijk voor de nieuwe verkeersontwikkelingen. Doorgaande weg naar Vlaardinghoek Volland. Ja. Ja, toen de A20 er nog niet was, was het echt gewoon de weg. Ja, klopt. Ja. En wat gaat er in de brugwachtershuizen, wat gaan we zien? Wat krijgen we te zien? Je krijgt een mini-foto tentoonstelling te zien over de brug. Plus, ik ben ook een beetje een liefhebber van lekker eten. Dus er is koffie en thee en lekker gebak. En het is er vooral gewoon gezellig. Hè? Ja. Ik hoop dat die Oranjebrug een beetje een nieuw gezellig element wordt. Gewoon ook in de binnenstad. Ja. In plaats van, we hebben al leegstand genoeg. Daar is genoeg over gezegd, denk ik. En als je gewoon op allerlei kleine plekjes iets van energie en licht laat branden. Ja, ik denk dat dat wat toevoegt aan de stad. Nou, ik heb inderdaad wat sfeerfoto's gezien op jouw website vooral. En ook via jouw Facebook. En dan ziet het er alweer gezellig uit. Ja. En dat is ook de kunst van het fotograferen. Dat snap ik ook wel. Ja. Maar we kunnen er zaterdag allemaal naartoe komen. Ja. En tot hoe lang? Of... Ik zit er van 12 tot 5. Oké. Okay. Ja. Maar is het een blijvende exploitatie? Ik heb het sowieso voor een jaar nu heb ik het in beheer gekregen. En ik heb er natuurlijk wel wat kleine investeringen in gedaan. Dus ja, ik hoop dat ik het wel wat langer mag houden natuurlijk. Ja. Ja. En bij wie kom je dan terecht? Ik bedoel, je ziet dat huisje en denk, nou, waar moet ik wezen? Ja. Hoe is dat gegaan? Nou ja, dat heeft ook wel een tijdje geduurd voordat je echt weet bij wie je moet zijn. En op een gegeven moment spreek je iemand die daar inderdaad over wat kan zeggen. Ja, want er is ook een landelijke stichting, brugwachtershuisjes.nl. Die hebben mij ook gelijk gebeld. Ja, bij wie ben je geweest? Want voor ons is het zo lastig om dat te verwezenlijken. Vaak is het technisch beheer wat huiverig, hè, om zomaar vreemden in zo'n huisje toe te laten. Terwijl als je het wat breder bekijkt, ja, het voegt wat toe aan de stad. Hè, en daar komt denk ik één keer in de maand een brugwachter om die brug te bedienen. En voor de rest van de tijd is het gewoon loze vierkante meters. Ja, dus je hebt de sleutel van de deur, maar niet van de brug. Nee. Ik kan niet leuk op en neer. Wel leuk, ik vind het echt. Zaterdag wordt geopend. Wordt het geopend of gaat het open? Ja, ik heb mijn lieve moeder heb ik gevraagd om het te openen. Dat vond ik wel een leuk moment. En echt met een lint en zo om 12 uur. En daarna is het gewoon... ik ben 2 dagen open en ik moet nog een beetje kijken hoe dat gaat aankomend weekend nu natuurlijk gaat uitpakken. Ja. Maar ik denk erover om bijvoorbeeld elke 2 maanden iets te organiseren. Ja. Nou, ik begreep, onze partner Stadsblad is erbij. Ja. Dus die komen de maken er een mooi verslag van. Ja. Jij zorgt voor de foto's zelf, neem ik aan. Dat toevallig vroeg de redacteur van het Nieuw Stadsblad ook al. Wie neemt de camera mee? Ja, natuurlijk zijn er foto's. Ja, ik maak altijd foto's. Ja. En jij
zag dat huisje wat je net vertelde. Denk, nou, daar ga ik wat leuks mee doen. Maar ik neem aan dat zo'n proces, je zegt, dat duurt eventjes. Maar loop je dan ergens tegenaan ook nog? Omdat je zegt van, nou, had ik dit geweten, had ik er niet eens aan begonnen. Omdat het nog een wat langlopend proces was. Of zeg je, nou nee, het duurt lang, maar ja, uiteindelijk kreeg ik wel de medewerking. Het enige wat te lang duurde was zeg maar het opstellen van de overeenkomst voordat ik die had. Want ik had wat voorpret natuurlijk. Van wie is het? Het is van de gemeente. Irado beheert zoiets. Ja. Nee, het is eigenlijk, ik heb het geopperd en het was eigenlijk heel snel was het rond. En we hebben het opgemeten en een mooi zwart-wit blokkenzeiltje gekocht om om er een mooi vloertje in te leggen. Nee, ik heb geen moment spijt. Ik verheug me enorm op het aankomende weekend. Ja. Moeten we het zien ook om het woord te gebruiken als een pop-up restaurantje? Ja, onder wat voor zit er een horecavergunning? In het verleden is er waarschijnlijk, ik denk dat de wc ooit stuk was en die hebben ze niet vervangen. Dus er zit geen wc in en geen water. Dus de mogelijkheden zijn wel heel beperkt. Ja, dus het is ook... Met een lege blaas moet je langskomen. Ja, je moet wel even van tevoren naar de wc inderdaad. Kijk, hoe het gaat uitpakken is voor Irado en voor de gemeente natuurlijk ook maar aankijken van ja, wat kun je nou met zoiets? En als het nou succesvol is en het, nou ja, het loopt leuk, dan kun je altijd eens even denken van nou, we gaan er toch weer een sanitaire voorziening inzetten, want ja, je kunt er wat mee. Je zou er bijvoorbeeld echt leuk in kunnen vergaderen. Ja. Hè? Maar dan moet je wel naar de wc kunnen. Ja. En het opent natuurlijk ook andere mogelijkheden van plekken die we kennen, die eigenlijk nu gesloten zijn, die op deze manier dan ook toegankelijk weer worden? Ik denk altijd als je zeg maar iets met... Dit doe ik puur uit passie. Hè? Dus ik heb niet het idee dat ik hier geld aan verdien. Maar alles wat je, hè, wat je water geeft en met passie je beheert, dat komt tot bloei. Nou ja... Zo denk ik dat dit ook tot bloei komt. Nou, dat is mooi gesproken. Water genoeg. Dus daar zal het niet aan. Omringd door water. Nou, je zit er enig. Ja. Want je zit echt om water om je heen. Hè. Die brug is wat met een landhoofd zeg maar, wat in die nieuwe haven gezet in de tijd. Ja. Dus het is echt een hartstikke leuk plekje. Het is echt inderdaad zonde dat al die jaren eigenlijk voor niemand toegankelijk is geweest. Ik denk het perspectief, als je daar binnen zit, dan kijk je op het verkeer. Maar je kijkt ook op het water. Nou, je kijkt heeft dat jou ook anders doen kijken eigenlijk weer? Je loopt altijd langs, nu kijk je van binnen naar buiten. Dus zie je dan die omgeving anders? Je kijkt veel meer, zeg maar, de nieuwe haven in. Ja. He, dus je ziet eigenlijk de Oranjestraat niet als je in dat huisje zit. Dus je kijkt op de... Op dat appartementengebouw over de Vesten natuurlijk. Maar je kijkt heel erg, je zit echt in de nieuwe haven. Dus je kijkt naar rechts, richting Molen de Walvis. Ja. Die zie je niet zo heel goed vanwege de bomen. En ook omdat die natuurlijk in een knik staan. Maar je kijkt echt de nieuwe haven in. Ja. Mensen moeten reserveren, Jan? Of zeg je nou, als het zo ver komt? Nee. Nee, joh. Iedereen is gewoon, ik vind het leuk als iedereen gewoon even komt kijken. Ik verkoop aanzichtkaarten van de brug en van Schiedam. En ik laat natuurlijk ook mijn eigen fotografiewerk zien. Hè. Ja. Het is natuurlijk ook een soort van... Win-win. Kan het gebruiken als een reclamezuil van mijn eigen fotografiewerk. Nou, je steekt de energie en tijd in, dus waarom daarom, niet? Daarom. En de opbrengsten van die aanzichtkaart, die heb ik al uitgegeven aan hoe het er nu uitziet. Ja. Ja. Nog één keer, wanneer is de opening? Zaterdag om 12 uur. Zaterdag 20 februari om 12 uur. En tot 5 uur. En dan zondag ben ik ook van 12 tot 5 En je hebt er een hele mooie Facebookpagina van gemaakt. Noem die ook maar even. Ja, Facebook. En zoeken op Oranjebrug. En het is oranjebrug.com en niet .nl. Want op mijn affiche staat per ongeluk .nl. Maar die moeten nog even allemaal detail, gestipt ervaringen. Ja. Hey Jan, ik wens je heel veel succes. Dank je voor dit interview. Joep. En ik zou zeggen, we gaan zo weer verder. Kijk naar de volgende programma's. En dit is uiteraard binnenkort weer terug te zien op de website van Pop-Up TV. Voor nu een fijne middag. Dank je wel.